Goedemiddag, welkom op onze persconferentie. Wekelijkse persconferentie. Nog 3 wedstrijden voor AA Gent dit seizoen. Waaronder natuurlijk de belangrijke barragematch sinds vandaag. Weten we dat die op zondag 2 juni om 2:30 gespeeld zal worden. Maar daarvoor zitten dus nog 2 andere wedstrijden te beginnen. Morgen Standaard uit 9:15. Op papier misschien niet meer van het grootste belang. Maar het kan toch nog, gezien de omstandigheden in Luik, een spannende trip worden. Het woord is aan onze coach en aan jullie voor de vragen. Goedemiddag, Jan. Deze week is officieel aangekondigd dat je na dit seizoen vertrekt bij de club. Kan je eens vertellen wanneer het voor jou duidelijk werd dat het na dit seizoen zou stoppen bij Agent? Dat is niet belangrijk wanneer dat het voor mij duidelijk was. Het belangrijkste is dat er duidelijkheid is geschapen nu naar de toekomst toe. Zowel voor mij als voor de club. Dus ik zou zeggen dat betekent dat men kan beginnen zoeken naar andere opties. Maar dat was al wel even aan de gang, denk ik. Dus het was ook al iets eerder duidelijk, denk ik, wat uiteindelijk het uiteindelijke communiqué zou zijn. Dus ik kan de club ook niet verwijten dat ze ondertussen al begonnen zijn met een zoektocht. Dat lijkt mij ook logisch als zij waren veel eerder op de hoogte van de beslissing om niet verder te doen. Ze hadden heel graag gewacht, denk ik, tot na het officiële afscheid. Maar natuurlijk, ja, jullie doen jullie werk zodanig goed dat dat veel vroeger altijd naar buiten komt. Hè. Dus moeilijk om dingen stil te houden. Als de club tegen jou had gezegd, Hein, we willen met jou door, was dat dan voor jou ook een optie? Of is dit ook echt een beslissing van jou die zegt van, voor mij is het verhaal hier ook wel geschreven. Ja, maar de club heeft dat gezegd. Hè. Dus het is inderdaad een beslissing van mij geweest. Maar uiteindelijk zit je samen en overleg je. En denk ik kom je tot het besluit dat het misschien wel voor beide partijen de juiste beslissing is geweest. Hè. Dus voilà. Is het voor jou dan te vroeg om nu al terug te kijken op die voorbije periode? Of zeg je van, ja, voor jou dan persoonlijk, hoe kijk je daar dan op terug? Is dat dan even succesvol geweest als je eerste periode? Ik heb dat al gedaan, denk ik. In mijn uitgebreide afscheidsbrief staat daar al een evaluatie van, van beide periodes. Dus voilà, ik denk niet dat ik dat nog een keer moet herhalen. Iedereen heeft dat kunnen zien, dus maar wat woog voor jou dan het zwaarste door voor jou dan om dan toch te zeggen van na dit seizoen zetten we er een punt achter? Oh, verschillende dingen, hè. Maar oké, dat is nu niet het belangrijkste. Uiteindelijk gaat het om over je pakt een beslissing en die is onderbouwd. Maar voilà, er zijn een aantal dingen van meegegeven in het afscheid. Maar ik moet er niet alle details over of dieper ingaan op andere details. Het is gewoon een beslissing die gevallen is na goed en lang overwegen van oké, wat gaat er gebeuren, wat kan er gebeuren. En uiteindelijk kom je dan tot het besluit van oké, ik denk dat het beter is dat de club ook een nieuwe weg inslaat. Voilà, omdat was er een mogelijkheid dat je wel beslist om verder te gaan? Ja, uiteraard. Maar oké, de omstandigheden waren voor mij niet van die aard om daar dan uiteindelijk positief op te antwoorden. Kan je daar iets dieper op ingaan, op die omstandigheden? Nee. Hoe heeft de ploeg en de staf eigenlijk gereageerd op het nieuws van je vertrek? Bah, de staf had, denk ik, al even misschien vermoedens door allerlei geruchten. En ook vooral het feit dat er eigenlijk geen communicatie meer was tussen Oostakker en dat is hier Gent, zeker? Centrum, of hoe heet dat hier? Ik ken niet alle deelgemeenten. Planet Group Arena. Ja, ja. Waar is het? Zwijnaarden? Is het Zwijnaarden grondgebied? Nee? Nee, Gent. Gent. Oké, dank u, Xavier.
Dus dat hebben ze wel gevoeld ook, oké. Okay? Als er gecommuniceerd was, was dat via 2, 3, 4, 5 tussenpersonen soms. Dus dan voelden ze wel ergens van, ja, dat zit hier niet echt meer zoals het normaal zou moeten zijn. De dag, en dat is nog niet lang geleden, dat is eigenlijk net voor mijn officieel aankondiging, heb ik hen op de hoogte gebracht. En ja, ik voelde wel dat dat nog altijd wel iets deed. Hè. Te meer ook, dat heeft niet met mij te maken ook, maar te meer ook omdat er zelf vragende mensen zijn, assistenten zijn, die niet weten waar dat ze voor staan. Hè. En dat is iets wat ik wel heb aangekaart en waar ik nog altijd geen reactie op heb gekregen. En wat ik heel spijtig vind. Dat staat dan een ander ook in mijn brief. Dat ik hoop dat er rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de mensen die er nu zijn. En dat niet alles overhoop wordt gegooid. En vooral dat men tijdig de mensen verwittigt als er zou iets veranderen of als er zouden beslissingen genomen worden, die, ook al zijn die dan negatief, maar dat de mensen toch, dat mijn collega's toch de kans krijgen om iets anders te vinden. Als men wacht tot in juli, ja, dan zijn alle posten ingevuld. Hè, en dat zou ik heel jammer vinden. Dus ik hoop alvast dat men daar rekening mee houdt. Ja, die onzekerheid en die onduidelijkheid is ook verder van ideaal, denk ik, als je nog zo'n belangrijke baragewedstrijd moet voorbereiden en spelen. Nee. Ik vind, ja, oké, de onduidelijkheid is er even geweest, maar nu is er duidelijkheid. Wat mij betreft toch. Dus voor mijn assistenten is dat natuurlijk weer al wat moeilijker. Maar ik denk dat aan de spelersgroep nu ook duidelijker is, dat zij weten ja, wat er... Ik heb het met hen ook kort over gehad. Dat eigenlijk voor mij niks verandert. En dat eigenlijk voor hen ook niks zou mogen veranderen. Want spelers vertrekken ook op het einde van het jaar. Al dan niet einde contract. Sommigen moeten vertrekken. Sommigen willen vertrekken, ondanks nog een lopend contract. Dus dat heeft er eigenlijk allemaal, dat is allemaal vergelijkbaar. Hè? Dus voor een speler is het een vergelijkbare situatie. Oké, de coach zal er volgend jaar niet meer zijn. Er zal een nieuwe coach zijn, maar we blijven verder werken. Hè? Er wordt verder geprobeerd om agent daar te krijgen waar we agent willen krijgen. En zij ofwel gaan daar nog aan deelnemen, ofwel gaan zij volgend jaar een andere piste op. En ja, het enige dat ze nu moeten doen, is wat ik ook wil doen, dat is het maximum eruit halen. En dat is ja, nog goed werken naar die testmatch toe. En daar ja, proberen iets uitzonderlijks te doen. Hè. Want we moeten eerlijk zijn, het is away. Hè. Het is gedaan heen en terug, al meerdere jaren. Dus je moet op verplaatsing bij een ploeg die heel een tijd play-off 1 heeft gespeeld, op een hoger ritme heeft gespeeld. Men heeft nu ons ook nog een cadeau gedaan om ons om 1:30 te laten spelen. Dus stel je maar voor dat je naar Genk moet. Men wacht eerst een week na de laatste match. Dus men heeft tijd in over en dan wordt plotseling door iemand beslist, well, weet je wat, we gaan een keer een mooi uur pakken om die match te spelen, 's middags. Snap ik dus echt. Dat is weer typisch Belgisch, echt. Kan ik echt niet. Kan er echt niet in bij mij. Hè. 1:30, voilà. Dat wil dus zeggen dat wij in de laatste week misschien nog op zoek moeten naar een hotel. En je weet, als je meer dan 30 kamers moet hebben om mijn hele ploeg een afzondering te kunnen inplannen, ja, vind dat maar, hè, de laatste week. Dat is niet zo evident. Hè. Dus we doen ons best. Koen? En in jouw afscheidsbrief heb je het ook over het feit dat het veel energie heeft gekost. Ben je toe aan rust? Ja, misschien wel. Daar zal ik binnenkort wel wat meer over communiceren. Maar het heeft inderdaad heel veel energie gekost. Meer dan eigenlijk nodig zou zijn. Omdat je eigenlijk hier verplicht wordt om meer te doen dan je eigenlijk zou moeten doen als trainer. Maar oké, ik heb dat altijd wel gedaan, met plezier. Ja, enigszins wel. Niet altijd evenveel plezier. Maar uit noodzaak, hè. Omdat we het eigenlijk ook wisten, ja, als we niet die dingen er gaan bijpakken, ja, dan komt het niet goed, hè. En dat heeft enorm veel energie gekost. Plus de omstandigheden natuurlijk, hè. Ik kende de situatie niet perfect toen ik teruggekeerd ben, maar die was blijkbaar absoluut niet goed, hè.
En zelfs tot dit jaar toe, we zijn 4 jaar verder. We hebben ondertussen iedere keer Europees voetbal gehaald. We hebben een beker gewonnen. Zelfs tot 4 jaar verder is het misschien zelfs nog altijd niet over. Ondanks te verkopen van januari. Dus dat heeft een enorme impact gehad. En vooral ook dit jaar, omdat uiteindelijk je begint aan het jaar. Er wordt met geen letter gesproken over de financiële toestand en dat er spelers moeten vertrekken tijdens het jaar. Nee, in tegenstelling. Hè. Men gaat in tegen wat je voorstelt om misschien spelers ten gelde te maken. Is dat niet nodig? Ja, dan word je in januari geconfronteerd gewoon met the end of your dream. Hè. Want ik had zo het gevoel, als we niet te veel blessures hebben, ja, kunnen we misschien wel een keer een belangrijke rol gaan spelen dit jaar. En dat werd ook door andere clubs, door andere watchers, toch ook meegenomen in een analyse van ja, dit Gent zou wel eens kunnen meedoen voor de hoofdprijzen. Maar natuurlijk met wat er in januari is gebeurd, niet alleen het vertrek van spelers, maar ook Afrika Asian Cup, dat heeft ons gewoon serieus met ons voeten terug op de grond gezet. En dat heeft ook wel een impact gehad uiteindelijk op mijn verdere beslissing. Je zegt de noodzaak om het te doen, maar heb je het ook niet liever dat je daar inspraak op alle gebieden hebt? Ik ga je zeggen, ik heb in Kortrijk gewerkt met wijlen Jean-Marc de Grijze, jammer genoeg. Ik denk, met al mijn ervaring die ik nu heb bij verschillende clubs, ik denk dat die man gewoon de meeste impact en gewoon de meeste kwaliteiten had van alle bestuurders die ik ooit heb meegemaakt. De manier waarop hij eigenlijk zijn sportieve werking organiseerde, dat was gewoon fenomenaal, hè, achteraf bekeken. Als coach moest je daar niks mee moeien. Je moest gewoon aangeven in overleg met hem, oké, wat gaan we nodig hebben? Hij zei, ja, wat die gaan we moeten verkopen, die gaan we moeten verkopen. En er waren er altijd veel. En dan kon jij zeggen, oké, maar dan moeten we daar zeker een vervanger. Welke type is liefst dat of dat of dat type? En dan stopte dat voor de staf. Wij moesten nooit niet zoeken naar een speler. Of nee, zij deden met hun team, deden zij het werk. En dat leidde altijd tot supergoeie opties. In maart kwam men met de eerste. We moesten dan gewoon wat beelden bekijken. En dan moet je ja of nee zeggen. Maar ik heb bijna nooit nee moeten zeggen. Bijna nooit. En dan kwamen die. En dan was je 10 spelers kwijt op het einde van het jaar. Maar kwamen er 10 anderen. En die waren heel vaak nog beter dan die vertrokken waren. En ieder jaar opnieuw. Hè, als je opleest wat er in Kortrijk allemaal is gepasseerd aan spelers die later ofwel in België naar een hoger niveau zijn gegaan, ofwel zelfs naar het buitenland in de grote competities naar een ander niveau zijn gegaan. Ja, dat is van die periode. Dat is niemand kan dat evenaren. Niemand. Maar oké, die mens heeft jammer genoeg is gestorven na 41 jaar. Men heeft het nog eventjes kunnen verder trekken. Met onder andere Patrick Truk, Matthias Leterme. Met dezelfde mensen in de scouting. Maar daar had je als coach alleen je bezig te houden met je team. Terwijl dat er hier toch heel veel andere dingen bij kwamen. Hè. En we zijn in staat om dat te doen. Ik ben niet de enige coach. Er zijn er wellicht nog die dat moeten doen. Maar het vreet natuurlijk, het vreet energie. Hè. Er is ook iemand die je niet noemt in jouw dankbrief. Het zijn er veel dat ik niet noem, denk ik. Ja, ik heb een beetje veralgemeen. Ik kan ze niet allemaal noemen, natuurlijk. Hè. Nee, maar er zijn ben jullie ook vergeten. Hè? Ja, de pers heb ik ook niet genoemd. Ja. Dus. Maar ik heb dat privé, zo wel persoonlijk, een beetje. Moeten we daar iets achter zoeken als er woorden... Je moet niet zoeken. Uiteindelijk, iedere brief die opgesteld is, is de beste manier. Omdat je anders altijd mensen vergeet. Dus ik denk dat ik alles gezegd heb wat ik moest zeggen. Maar rust, vakantie, snak jij een vakantie nu? Nog niet, nee. Ik heb veel energie ook. Hè. Ik kan ook heel veel opbrengen, maar... Ja, het is niet alleen dat. Hè. Het is de... Alles samen trek je een besluit en zeg je van oké, voilà, we gaan niet verder doen. Dus wat de toekomst zal brengen, dat zal binnenkort wel helemaal duidelijk worden, denk ik. Maar dat is ook geen beslissing van
à la dernière minute. Hè. Dat staat ook al wel even vast. Dus, het is niet dat ik nu nog plotseling moet beslissen wat ik ga doen. Dus, Hein, goedemiddag. 7 jaar, het is niet niks. Wat ga je het meest missen aan AA Gent? En nu zullen willen dat ik zeg Richard. Ook. Goh ja, wat ga je meest missen? Dat zijn alle mensen. Als je nu ziet hoeveel berichten ik krijg. Ik heb al een keer gezegd. Eigenlijk heb ik nu, en met alle respect, hè, want ik ervaar nu wat de meeste mensen pas ervaren als ze dood zijn. Want het is allemaal positief. Al de reacties die je nu hoort, krijgt, is oh, goed hier en goed daar. En, pas op, ik had dat beter misschien niet gezegd, want vanaf morgen gaan ze misschien beginnen met de negatieve reacties. Maar ik zie dat zo als, ja, dat is hetgeen dat je krijgt normaal op een begrafenis. En dan is de overledene, goh, het was allemaal goed dat eraan was. Ik ben blij dat ik nog niet dood ben, ik ben nog verre van dood. Moet ik zeggen, allee, ik ga voorzichtig zijn, anders straks stap ik hier buiten. En, dus ja, men is nu super positief en oké, dat is wel aangenaam. Maar ja, ik vind het super aangenaam. En ik ga het meeste missen, dat is inderdaad het plezier. En ik heb dat in mijn ding ook gezegd, het plezier om mensen te zien genieten. Hè. Er stond een hele goede foto, denk ik, op onze site ook. Waar je mij inderdaad ziet staan achter de hele vierende meute. Spelers, stafleden, samen met de supporters. En ik sta meestal op de achtergrond, omdat dat mijn beste momenten zijn. Voor mij zijn dat de mooiste momenten waar je wel weet van oké, we hebben hier iets bewerkstelligd, iets gerealiseerd, waar er zoveel mensen gelukkig van zijn. En dat zijn voor mij de mooiste momenten. En ik heb het ook gezegd, oké, het gaat hem niet over succes, het gaat hem niet over dit. Het heeft er natuurlijk allemaal mee te maken, uiteraard. Maar het mooiste moment voor mij persoonlijk is genieten van op afstand. En zien dat er mensen gelukkig zijn, geëmotioneerd zijn, buiten zichzelf zijn. Dat betekent dat je iets gerealiseerd hebt. En dat is voor mij het grootste plezier. Veel meer dan prijzen of bekers of zeker al veel meer dan persoonlijke prijzen. Dat is in C, vind ik allemaal niet zo belangrijk. Waarvoor dank, coach. De foto trouwens, je had de brief eerst geschreven. En we hebben daar inderdaad de foto bij gevonden. Dus, fantastisch. Paste perfect. Merci. Dank je wel. Dank u. En tot morgen.